Ik heb eigenlijk nog één vraag. Binnen een half jaar zijn er natuurlijk Europese verkiezingen. NSC gaat daaraan meedoen. Hebben jullie al nagedacht over in welke fractie jullie willen gaan plaatsnemen in dat Europees parlement? Worden jullie fractiegenoot van het CDA, van de ChristenDemocraten? En worden jullie eigenlijk de grote afvaardiging van de Nederlandse ChristenDemocratie in het Europees parlement? Of kijken jullie ook naar andere fracties? Ja, wat mij betreft kijk ik het liefst naar de Europese Volkspartij, waar dus na het christendemocratisch en andere partijen rond het centrum in verzameld zijn. Ik denk dat dat een logische keuze zou zijn dan de ECR bijvoorbeeld, waar wat conservatievere groepen in zitten. Ik kan, me, ik kan me best voorstellen dat je in de EVP terechtkomt. Kom je daar dan terecht naast het CDA, misschien de BBB? Ja, dat kan maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor de VVD die met 66 ook in één Europese fractie zit als liberalen van verschillende toon en kleur. Dus daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar die, ja, die Europese verkiezingen, ik, ja, ze worden natuurlijk, ze zijn wel belangrijk en het is goed dat we daarop weggaan. Wat ik wel vrees richting Europese verkiezingen is dat, gewoon ja, gezien de, de oorlog in Europa op dit moment, Rusland dat Rusland wel zijn pogingen zal doen om die met desinformatie en anderszins cyber en dergelijke te ondermijnen. Tenminste, een aantal landen waar hun wrijving op dit moment mee toeneemt. Ik denk aan Frankrijk. Macron is een hardere houding tegen Rusland gaan innemen de laatste tijd. In ieder geval, retorisch. In ieder geval, retorisch. Nu nog qua steun zou erg goed zijn voor Oekraïne. Ja, en wat oh, ik jammer vind is dat en Frankrijk en Duitsland ja, toch wel uit elkaar lopen soms. In, in hoe ze met elkaar omgaan wat dit betreft. Maar uh, pittorisch ja. En Frankrijk zou meer kunnen doen qua wapens. Hè. Uh, wij noemen Denemarken zo de F-16's. Frankrijk heeft de Mirage 2000 uh, die het beschikbaar heeft. Uh, waarvan grondpersoneel al is getraind. Uh, ja, voor de Duitsers, dat zijn straaljagers. Stra dat zijn van, van Franse taal. maken, ja, 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 van ja, ja, Amerikaanse ja, ja. makelijken. Dus ze kunnen meer doen. Hè, dat moeten wij ook tegen ze zeggen. Uh, maar ik kan me indenken dat ook gezien een aantal hardere houdingen van bijvoorbeeld Macron richting Rusland. Dat Rusland ook pogingen zal doen, EP-verkiezingen in Frankrijk. Maar bijvoorbeeld denk ik ook even aan de Olympische Spelen in Parijs... waar Russische atleten meedoen, maar niet onder eigen vlag... te ondermijnen op een of andere manier. Ik denk zeker dat we dat zullen doen. Ik vind het wel ja, jammer ook eigenlijk, want je ziet inderdaad... dat de rechtse partijen of populistische rechtse partijen... hoog in de peilingen staan. Maar dat tegelijkertijd, als we even naar Nederland kijken... Best wel ook een groot deel van het achterband, die zelfs op deze partij stemmen, nog steeds voor steun aan Oekraïne is. Ja. Dus ja, dat is jammer dat er zo een ontkoppeling of geen goede koppeling is tussen wat die partijen zeggen en waar ze voor staan. En eigenlijk dat je hier ook het belang ziet van waarom mensen op een partij stemmen. Echt dat ze kijken naar hun allergrootste probleem. En ja. dat het zodanig groot kan zijn dat het ze eigenlijk de andere standpunten dan ja, inslikken, alles het niet waar zij zelf voor staat. Ja, ja maak je de... een interessant punt mee. Ja, ja de geopolitieke visieloosheid van wilde oh, niet per se gedeeld nee. door ja. zijn achterban. Zoveel uh, mogen duidelijk zijn. Kasper, zijn er nog laatste dingen die je kwijt wil aan onze luisteraar. Ja, misschien nog één, één ding. Ik zie twee veranderingen van blik op de wereld. Jarenlang ging het over optimaliseren van waardeketens, globalisering, efficiëntie. En conflicten waren geruis op de achtergrond, zoals een topman van een bedrijf ooit zei. Dat beeld is wel omgeslagen. Conflicten staan op de voorgrond. Ik zag een onderzoek van Natixis, een, een Franse investeringsbank, onder 500 institutionele investeerders in zo'n 30 landen. Bijna de helft daarvan geeft nu aan geopolitieke risico's, het grootste risico voor de economie. Dat is één ding. Het tweede is, we hebben het eerder over gehad, over Oekraïne. Um, we hebben jarenlang ons bezig gehouden om onze militairen te sturen naar conflicten waar we eigenlijk meer een keuze was om daar te zijn: Mali, Afghanistan. Nu met Oekraïne vormt. Een bedreiging voor de Europese veiligheidsordening en ook voor de veiligheid van Nederland, wat Rusland daar doet. En dat is dus geen keuze meer, dat is een noodzaak. En dat is ook een punt wat ik toch wel wil maken, tot slot. Helder, en zijn er nog bepaalde instrumenten die, daar wij, die wij als Nederland kunnen aanwenden om uh, gegeven deze trends te kunnen handelen? Nou, wat je in ieder geval moet hebben: Nederland moet een krachtige defensie hebben, dat moet weer op orde worden gebracht. Nederland moet een ontwikkelingssamenwerkingsbudget hebben. Dat staat dan toch heel onder negatieve druk. Maar wij vinden als NRC dat dat overrijd moet blijven. Je kunt het meer relateren aan migratiebeleid, bijvoorbeeld. En kijken wat je landen als Marokko en West-Afrika en zo kunt doen. Het is gewoon een geopolitiek instrument. Is, ja. ja, zie je het dus ook als een deel van je geopolitieke benadering. En niet alleen van we willen armoede bestrijden, maar het is meer dan dat. En het derde is, ik vind ook, en daar heb ik een motie toe ingediend samen met Katipiri uh, Piri van groenlinks PvdA onlangs. Ik vind ook dat het postennet, zoals dat technisch genoemd wordt, het Nederlandse netwerk aan ambassades en consulaten in de wereld, moet ook stevig zijn. Dus de vervolgvraag is waar je wil zitten in welke landen en wat je daar wil doen. Maar je hebt een stevige diplomatie nodig om een goede informatiepositie te hebben. Om een interessante gesprekspartner te zijn voor bijvoorbeeld die G20-landen, die opkomende landen, de Braziliërs, de Indiërs en zo van deze wereld. Daar, daar moet je een land in zijn met, met zulke internationale belangen, handelsbelangen, economische belangen, migratiebelangen en anderszins, dat je wat dat betreft je antennes moet hebben eh, die je beleid kunnen uitdragen, informatie kunnen ophalen, Nederlanders in het buitenland ook moeten kunnen ondersteunen. Dus voor relaties heb je mensen nodig. Er zijn drie dingen die we moeten doen, gegeven die trends die je net uh, schetste. We moeten zorgen voor een stevige defensie. We moeten ons diplomatieke apparaat op poten kunnen zetten. En we hebben eigenlijk een ontwikkelingsbudget nodig dat Rajiv, denk ik, terecht een geopolitiek ja, en instrument. En een vierde zou ik willen toevoegen, wat je ja. zelf aangaf, is een nationale of een Benelux uh, geopolitieke raad ter wijze. Met ja. Nederland, België, Luxemburg. Uh, met niet alleen geopolitieke experts, maar ook met belangrijke banken of belangrijke bedrijven uit strategische sectoren en dergelijke. Je kunt nationaal daar ook mee beginnen, maar ik zeg ook eens van laat pak nou eens experts bij elkaar, bijvoorbeeld ook. En, en, en doe dat omdat het. Ik zeg altijd dat we alle talen spreken, maar doe dat om te beginnen, is gewoon met Nederlandstaligen. Ja. Want dat is net weer een stukje verfrissing dat je binnenbrengt. Ik zat pas in een, in een soort hoorzitting in de Kamer en daar zat ook een Vlaming tussen die kwam met net iets andere invalshoeken. Nou, je hebt in, in Vlaanderen heb je mensen als Jonathan, Jonathan Holslag en dergelijke. Je hebt experts, ook op geopolitiek gebied, die interessant zijn. Zet die eens bij elkaar en laat die een rapport schrijven. En uh, op wat zijn, wat zijn nou de kansen, de bedreigingen? Uh, en, 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 daar, en daar een vertaalslag en concrete uh, adviezen bij aangeven. Niet alleen uit het ambtelijk apparaat komt... maar dat je daar ook iets anders tegen aanhaalt. Ja, er bestaat adviesraad internationaal veilig, uh, vraagstukken... maar die vind ik dan teveel een soort poldermodel... waarin van alle, allerlei partijen en gezinten iemand lid is. Nou, dat wil ik niet. Ik zoek iets, iets wat iets gedurfder en creatiever is... en wat naast zeer ervaren mensen, dat mag best, ook een nieuwe generatie... Dus uh, misschien, Michel, Rajiv, horen jullie er ook toe.